Nou, ik heb dus 1, 2, 3, 4, 5. Ja, we zijn dus even bij de Action. Nee, ik film je niet hoor. Ik film mezelf. Ik ben aan het vloggen. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stammel van de Werf. Mijn man die heb ik aan de telefoon, dat is Roderick Stammel van de Werf. Het is vandaag maandag 27 juli 2020 en het is 11:30. Kijk maar. Liegen nieuw. Kijk, het is 11:30 en de telefoon in de hand. En Speedy die wou het ook zeggen, of niet? Zeg maar goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. Ja. Nou, we gaan een hoop doen vandaag, ook in huis. En we moeten nog wat boodschapjes halen. En vanavond even helpen om mijn schuur even deels leeg te ruimen. Helemaal leuk. En ja, we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. En ik moet ook heel veel editen. Yay! Ja, ik zit nu weer lekker voor mijn pc. Handig. Ja, als je gaat editen. Ja, dat moet wel. Maar ik ga zometeen ook, als Roderick hier is, en als Roderick even met de hondjes wil gaan doen, gaat lopen. Want hij weet niet wat en wat mijn plan is, zometeen. Maar, als je dus een wc-rolletje hebt, hier heb ik er dus één. Dat ga ik dus zometeen ook allemaal doen met een hele hoop wc-rolletjes. Nou, dan ga ik dus deze dus naar binnen vouwen. Ga ik deze dus ook weer naar binnen vouwen. Hartstikke mooi. Dan heb je dus dit. Joepie. Ga ik deze dus weer naar binnen vouwen. Ja. Het is een werkje, maar het is leuk. Ik doe het even zo hoor. Maar soms wil het wel en soms wil het niet. Nou. Kijk. Heb je dit. Kokertje. Als je dus naar de winkel toe gaat en je koopt even een zak met Frolic. Het is een rode zak. Bij elke winkel te verkrijgen. Zelfs het kruidvat verkoopt het. Doe je de hoeveelheid wat je erin wil. Ik heb er nou dus 3. En dan ga je hetzelfde weer doen. Binnenvouwen. Binnenvouwen. Die vouwen. En die vouwen. En dan lekker verstoppen voor je hond. Als je dus een hond hebt. En dan gaan ze ruiken. En dat is dus denkwerk voor hun. Dus dat ga ik allemaal zo meteen doen. En dan weten ze het dus niet. Wat ik dus allemaal heb gedaan. Roderick die weet het dus nu wel. Je gaat lelijk worden als jij gaat bijten aan je eigen steurt. Kom hier. Ja. Wil jij ook een lekker wat? Kijk eens hier. Kijk hier. Ja, pak maar. Nee, is goed. Het is oké. Okay. Nee, even kijken. Kom eens hier. Nee, is goed. Is goed, is goed, is goed. Eten. Is goed. Is goed. Nee, is goed. Eten. Is oké. Okay. Pak dan. Pakken. Speed, ga eens aan de kant. Jij ook. Ga pakken. Ga pakken, kom. Ga pakken. Ze vinden dus nog eng om even bij mij te eten. Kom eens hier. Daar. Ja, pakken. Goed zo. Ik wil wat anders ook even doen. Kom eens hier. Deze kant op. Kom. Hier, deze kant op. Kom. Nee, andere kant op lopen. Kom. Deze kant op. Ja, kom. Nee, kom. Hier. Kom. 1, 2. Kom. Kom. Hoog. Kom. 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 Lekker ding. Lovely. Kom hier. Pa. Nee. Kom eens hier. Lof, andere kant. Kom eens hier. Lof, hier. Kom. Kom eens hier. Lof, hier. Kom eens hier. Kom. Kom, kom. Hoog. Goed zo. Jutti, kom eens hier. Kom. Jutti, kom. Goed zo. Lady, kom eens hier. Nee, kom. Kom, hoog. Goed zo. Alle dieren kennen het. Ja, pak maar eens van jou. Nou. Ga
gaat ze erbij liggen ook, hè? Dat is dus wel lekker lady. Nou, ik ga even wat vlogs editen. Ik ben even met Roderick aan de telefoon. En Roderick die mag dus zo meteen de hondjes doen. En dan ga ik dat eventjes aardig wat vouwen. Met vrolijk erin. Dus ik denk dat hij gewoon een rondje vijver kan doen. Dan heb ik aardig wel wat gedaan. Dat hoop ik. En dat hoeft niet zo heel veel. Want als ik dat heb gedaan, dan kunnen een hoop wc-rollen weer weg. Oeh, ja. We zijn allemaal zo blij. We gaan lopen plasje poepje doen. Ja. Ja. Lovely. Papa gaat met jullie lopen. En dan kunnen jullie plasje poepje doen. Ja. Oh, jij ook. Nou, zo. Nou, gang op. Hai, Bolle. De baas gaat lopen. Oh, ze wordt helemaal gek. Ja, de baas gaat opstaan. Dan ga je mooi zitten. Ja, doe maar lief. Dan kan ik even de andere dingetjes doen. Zodat ze zometeen lekker kunnen speuren in huis. Zo, deze wc-rolletje heb ik dus laten zien. Nou, dit kent iedereen wel. Ik heb een hele hoop wc-rolletjes gespaard. Dus zo, zo. Zo. Het gaat een beetje sneller. Ja, ze moeten wel even wat en te doen hebben vanzelf. Zo, weer drie. Kijk, gaat lekker zo. En Roos is nu met ze uit. Het is toch schijnt weer buiten, hoor. En dan ga ik het zo meteen verstoppen. Zo. Dit gaat niet helemaal lekker zoals ik het wil. Kijk, nu wel. Zo. Wc-papier hoeft er niet bij. Zo meteen lekker gaan zoeken, dat vind ik leuk. Ja. Oké, nou heb ik een hele hoop. En hier zitten dus al drie in. Dus per ding anders. Nou, hier doe ik ook gewoon weer lekker drie. Hartstikke idee. Kijk, die heb ik gedaan. Hier doe ik er weer twee in. Dus ik vind het goed. Twee. Vier. Ook goed. Hartstikke idee. Twee. Lekker veel. Hartstikke mooi. Twee. Nou, en dan is het gewoon weer dicht vouwen. Zo. Top.
Zo. En dan ga ik het zo meteen verstoppen. Dat is het leukste van allemaal. Het verstoppen. Nou, ik ga dit even afmaken en dan ga ik verstoppen. En dan neem ik jullie gewoon weer lekker mee. Nou, ik heb dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En ik moet even kijken waar Loffie speeltje is. Want dat vindt Loffie helemaal geweldig. Moet ik even kijken. Even kijken waar haar speeltje is hoor. Goed. Hopla. Of ik hem ergens hierin kan vinden. Of dat ik het ergens onder een ding vandaan weer moet halen. Ik denk dat het laatste is. Yes. Even geduld hoor. Nou, ik heb Loffie haar speeltje gevonden. Ja. Die laat ik jullie ook zien gelijk. Dit is Loffie haar dingetje. En dan ga ik het eens in doen. Hartstikke idee. Zo, ik heb Loffie haar speeltje gevonden. Alleen die viel net even. Maar daar, en daar doe ik dus zo'n ding in. Ho. Dat vindt ze namelijk helemaal geweldig. Nou, daar zit dus nu één in. En ik ga de rest verstoppen, maar dan neem ik jullie mee. En even deze. Eentje hier mooi tussen. Kijk. Daar. Let niet op de haren, want er moet nog gestofzuigd worden. Yes. Even kijken hoor. Kijk, even gewoon een beetje fijn knijpen. Kijk. Je moet soms een beetje creatief en slim zijn, hè, vanzelf. Neem ik er even drie mee. Ja, dat zeg ik. En we blijven vegen hier, maar dat maakt even niet uit. Doe ik er gewoon lekker één daar. En eentje hier. Yes. En dan eentje hier. Die moeten ze vinden. Die moeten ze vinden. Nou ja, even de andere nog verstoppen en dan laat ik jullie zien hoe blij ze zijn straks. Nou, ik heb dus nu alles verstopt. Eentje ligt hier. En dan heb ik er eentje hier bij de bot. Kijk, dat zie je ook wel hier, deze. En dan heb ik er eentje hierop. En dan heb ik er één hier op de kachel. Ik weet niet of je het kan zien. Hier, daar ook. Oh, daar, deze. En dan heb ik er eentje hierin. Dan heb ik er eentje hier onder het kastje. Onder deze. Helemaal eronder. Dan heb ik er eentje hier. Dus ja. Ja, dat was hem. Even kijken. Oeh. Ja, en dan nog eentje balkon ook nog. Ja, nog eentje balkon. Deze geef ik gewoon gelijk zo meteen even aan Loffie als ze binnenkomt. Ja! Kijk, dan heb ik er eentje dus hier op balkon liggen. Dus ja. Zeg hier een kloppen. En met de regen. Ja, ze zegt hier krijg je krullen van. Dus, nou dat. En dan even kijken hoe en hoe de honden daarop gaan reageren. Ja, ik ben benieuwd. En ik hoop jullie ook. Nee, Draakje wil niet komen. Hé, hey, kom. Kom maar. En nou moet je komen. Maar zeg maar, het is een beetje nat. Kijk maar, het is een beetje nat buiten. Maar kom maar. Ja, yeah, aandacht. Jee. Yeah. Hé, hey, moest je kijken wie daar weer aankomt. Gelopen. Ja. Mama heeft wat verstopt voor jullie. Lekker weer, hè?
Hi. Hi, Speedy. Hi. Hi. Ja, Mau. Deze is voor Lady alleen. Lola Beauty vond het leuk om die af te pakken. Jup. Nou, dan kan deze hele zak dus zo meteen lekker pleiten. Dan ga ik ze even kijken hoe ze het gaan zoeken. Jup. Benieuwd. Wat zeggen? Ik heb het een en ander verstopt. Dus jullie mogen zo meteen naar binnen. In 3, 2, 1. Ja, kom maar. Nou, allemaal, alle drie naar binnen. Ruiken. Ja. Je hebt hem al geroken. Goed zo, lady. Ja, en dan moet je gaan zoeken. Lady niet daar. Ik heb er al één gevonden. Hè? Ik heb er al één gevonden. Ja. Ik heb er meerdere. Ja, ik heb er al één. Nou, dat is 2 waarschijnlijk. Hè. Dat is 2, ja. Ja, dat weet ik. En daar heb ik het nog één, namelijk. Kijk op, moet je kijken. Ja, kijk, daar één, daar één. Ik heb hier achter één. In bij de... Doe even, dit even open. Daar. Ja, en heb ik hier nog één. Ik heb daaronder nog één. Ja, dat mag. Ja, doe maar, lady. Pak maar. Ja, kan je er niet bij, meisje? Wacht even, schat. Doe ik het even anders voor jou. Ja. Pak maar, lady. Pak maar, 1, 2. Goed zo. Lady vindt hem ook helemaal geweldig. Ja? Het is niet zo'n hele moeilijke, maar... Het is wel een leuke. Dat is een camera. Ja? Dat is mijn vlogcamera. Dat is een telefoon. Nou, ga je kopjes geven? Ja, maar ik ben aan het vloggen. Jongens. En hier. Lady. Ik heb nog meer, hè? Kom maar. Zoeken. Leid. Zoeken. Ik heb een andere expres voor Lovely. Ja! Waar is dat? Wat zou je denken? Op de verwarming? Nee. Onder. Ja, onder, ja. Ertussen. Kijk, Lady, kom eens hier. Kom eens hier. Leed, kom. Hé, hey, kom. Lady, kom dan. Leed. Kom hier. Nee, 2. Nee, hoog. Ja. Goed zo. Een beetje helpen mag, moet ook kunnen. Zo. Speedy, kijk eens hier. Speedy. Hi. Speedy, kijk eens. Net al niet. Een lekker mooie foto van je maken. Hi. Die is mooi. Lief, laat, want en dan. Ah, boah. Ik was net even aan het editen. Ik werd gewoon even duizelig. Even tomaatje met zout. Even naar binnen werken. Dat is goed, dank je. Kijk, lekker tomaatje. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo van dit. Maar als ik in één keer bos ga voelen of kokhalsneiging heb, dan moet ik echt iets van dit hebben. Anders is dat ook niet lekker. Maar ja, niet lekker, maar ja. Kijk wat ik dan altijd doe.
zout erop. Een beetje dit. Moet ik wel naar zeggen, moet het er wel uitkomen. Ja, dat zeg ik niet, maar ik was aan het editen en ik werd gewoon even misselijk en duizelig. En dan moet je iets hebben met zout hebben. Als je dat niet gaat doen, dan kan je helemaal zachtgereinigd worden. En dat is niet de bedoeling, lijkt mij. Nou, ik ben dus nu met een vlog bezig. En dan moet ik daar nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, even kijken. Lief, ik ben nou met deze bezig. Dan moet ik nu nog 1, 2, deze kan ik in principe heel snel. Ja. Dus als, help even. Ik ben er nog niet helemaal bij. Want ik was net aan het editen, dat, en dat zeg ik ook net tegen de kijkers. Nee, wacht even. Dat zeg ik ook net tegen de kijkers. En toen werd ik dus een beetje duizelig misselijk. Mm-hmm. Daarom ook dit. Ja. Dus ik ben nu met deze vlog dus nu bezig. Ja. Daar moet ik 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan dit wordt 7. En dit wordt 8. Oh, oké. Okay. Ja. 8. Dus 8 moet ik nog doen. 8, want we gaan 1 een beetje snel zijn. Ja, en die is gewoon in. Dat is met de random vragen. Dus dat is gewoon snel. Nou, ik ga dat nog even doen. En tot straks. Zie je maar weer. Hoe laat weet ik nog niet? Nee. Ja, we zijn dus even bij de action. Nee, ik film je niet hoor. Ik film mezelf. Ik ben aan het vloggen. We hebben wat gekocht en dat laat ik jullie even zo meteen zien hoe duur het is. Nou, deze hebben we sowieso. Nou, die is 6 euro. En deze heeft mijn moeder ook gekocht. Maar er is ook nog hier een goedkopere variant van. Dat is deze voor 80 cent. Dat is dan gewoon één zo'n dingetje. Ideaal. Dus ja. Dus dat. Dat is lekker makkelijk voor maar 80 cent. Waar de Action maar niet handig voor is, hè? Ja. Dan hebben we dus in het winkelcentrum dit. Wat is daar zo moeilijk aan? En dan over een paar 100 meter, nou ja, 100 meter hebben we weer één. Want daar hebben we er weer één. En dan vinden het mensen nog moeilijk, dan gaan ze dus de andere kant op lopen. Ja, dat is heel handig, nat. Nou, wat gaan we eten? Meer zaden visschnitzel. Ja. Die gaan we eten. En ga ik nog deze erbij eten. Jee, lekker. Ja. Nou. Een hele leuke, gezellige dag geweest. Alleen ik ben op een hele rare manier door mijn rug heen gegaan. Want we gingen even weg met de auto. Maar Rauw die had hem dus wel in zijn één, maar de auto sloeg af. Dus doordat is het behoorlijk in mijn rug geschoten. Dus ik moet ook nog even iemand wat eens appen. Maar dat doe ik zo meteen nog wel even. Dan ziet ze dat morgen, want het doet gewoon giga veel pijn. We hebben gisteren, ja hoor. We hebben ook nog wat gekocht bij de Action. Maar dat ga ik morgen even laten zien, want daar heb ik nou geen puff meer voor. Dus ik ga gelijk op deze vlog afsluiten. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe gelijk het belletje aan. Hier kan je duimpje omhoog doen. En laat ook gelijk een leuke reactie achter. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Van ons. En tot morgen. Doei!